vol op ze gedoken naar hun zoenpartij. Ja, wat gebeurt er allemaal met onze sterren? Ik weet het niet meer ineens. Wij zijn er natuurlijk ook niet altijd bij. We horen wel eens wat rommel in de kleedkamer, maar we blijven netjes. Goed, ondanks alle commotie hebben ze gelukkig toch nog kunnen trainen. Al was dit niet de beste week voor Ewout. En dat gaan we zien. Ewout ging vorige week helemaal los met zijn kuur waarin hij de cool guy kon uithangen. Toch was de jury kritisch. Ik vond het een beetje huiterig. De uitstraling was zo veel beter dan vorige keer. Ik was wel tevreden met mijn cijfers. Ik wilde heel graag uit die 5 komen. En zelfs, ik kreeg zelfs 2 7's. Dus eigenlijk was ik daar wel blij mee. Dus ik denk, als die stijgende lijn zo doorzet, iedere week een punt erbij, dan heb ik straks de cijfers van Sander. Maar voordat het zover is, moet de broekriem stevig worden aangetrokken. Beatrix houdt ook deze week de touwtjes strak in handen. Het is een afschuwelijke week. Ik was gisteren ook, als ik het even allemaal gehad en ik ben verkouden geworden en die truc lukte niet, dus ik heb een doos hier weggetrapt en ik ben naar huis gegaan. Het zit Ewout niet mee. Hij heeft het enorm zwaar met deze toch wel moeilijke kuur. Dag vrienden, de koek is al. Moeilijk is een moeilijke lift. Ook de lift zorgt voor de nodige problemen. Maar gelukkig maakt een nummer waarop ze mogen schaatsen alles goed. Deze week hebben we het liedje Tranen gelachen van Guus Meeuwis. En dat is een nummer, ja, eigenlijk het is een heel leuk nummer. Maar het is een beetje dromen. En ze gaan deze week schaatsen op een nummer van de Brabantse volksheld Guus Meeuwis. Deze week doen Beatrix en Ewout een heel dromerig nummer. Dus knijp allemaal even door je ogen, zodat alles er dromerig uitziet. Want wij doen, Beatrix... Tranen lachaka. Ja, Tranen lachaka. Veel plezier met Tranen lachaka. Ik wil jullie eigenlijk heel graag heel veel succes wensen met jullie komende dans. Ik heb begrepen dat dat wordt op... Tranen lachaka. Nou, laten we hopen dat dat jullie naar grote hoogte stuurt. En dat er inderdaad aan het einde wat te lachen valt voor jullie.